Een hele goede middag. Ja, het is nu 12 uur 17, 17 over 12. Ja, het is vandaag dinsdag 13 februari. Ik sta met mijn jas al aan en de dames die wil ik hoog nodig naar buiten. En ik denk dat ik vandaag mijn haar maar weer eventjes op mijn normale... Zo. Ook dat kan je dus hebben. Precies. Ja, hè. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier! Nou, het is nu 12:15. Ik loop lekker met mijn meiden in het park. Heerlijk! Kijk, ik weet niet of jullie ze kunnen zien hoor, maar ik weet het niet. Ik loop er daar ergens, maar ik ga zo meteen lekker eventjes op mijn bank. Nou ja, niet op mijn bankje, maar maakt helemaal niet uit. Het is nou gewoon lekker weer, ik geniet ervan en... De kinderen hebben dat ook lekker naar hun zin. Hé, meisje? Lovely. Hi. Lovely. Hi, kind. Hi. Lovely. Hi, kind. Lady, kom dan. Kom mee. Kom maar. Hi. Kom maar kijken. Ga kijken. Oh, daar ga je mooi zitten. Lady, kom eens. Kom maar. Lady. Hi, meisje. Lady. Lady. Staat daar achter de boom. Lady. Lady. Kom eens hier dan. Waar is kind? Hi meisje. Hi meid. Nee, die komt nog niet. Lady, hi kind. Nou, ik heb wat gekocht. Ja, dat is dus bij de kruidvat. Want ik ga mijn haar dus weer mijn eigen normale haarkleur doen. Dus ik ga mijn haar ontkleuren. Ja, vandaag. Even kijken hoe ik dit ga doen. Hoor. Zo. Even kijken hoe... Nee, want hij gaat weer losdraaien. Leuk, nat. Doe ik het even zo. Mijn pootje moet even zo. Haha, grapje. Nee, ik heb dus het een en het ander. Want ja, ik had dus nog, hoe heet dat? Cadeaubonnen. Van de VV. Weet ik het. Maar nu heb ik dus deze van de kruidvat. Wat ik al gisteren liet zien. Dus dat ga ik even mengen. Want ik heb het al een beetje gelezen. En ik moet het dus een uur in laten trekken. Gezellig. Leuk. Niet. Maar oké. Ik heb het ervoor over om het te gaan doen. Dus moet ik even kijken waar ik hem los moet halen. Ook zo leuk. Moet hem loshalen. Maar daarvoor heb ik ook weer tandjes. Kijk. Gewoon even tik. En dan is hij los naar mijn leuk. Kijk. Dan is hij los. Want ik moet dit. Ik moet flacon A in bij flacon B doen. Oeh, dat stikt ook. Bleh. Een heel raar mengseltje. Moet ik 30 seconden gaan schudden zometeen.
Tralali, tralala. Zo, dan ga ik hem er even op doen en dan ga ik even schudden. Zometeen. Moet ik zometeen even een handdoek pakken en dan moet ik zometeen eventjes gaan inwerken. Joepie! Op. Nou, ik ga nog even foto's maken van mezelf. Van hoe ik er nu uitzien. Lijkt me handig. En ik neem jullie lekker mee. En ik doe ook nog hier al mijn camera aan. Dat is leuk. Dus ik heb zometeen twee locaties van waar ik het vanaf mag halen. Dat is leuk, schappig. Ja, ik heb nu nog heel donker haar. Ik zou zeggen, maak daar even afscheid van. Ja. Even afscheid van gaan nemen, dat is grappig dit. Kijk, wauw, dit kan gaan doen. Ik moet wel eventjes een beetje kijken. Een stukje thee, ja, ik kan hem niet. Nu zit het op een andere manier. Een stukje thee, hoe zo, dan ga ik hier al dus ook filmen. Ik heb daar ook, kijk. Ik laat het even allemaal zien. Daar ook mijn camera. En hier mijn camera. Dat is leuk. Ja. Als jullie zet ik weer neer. Zet jullie even goed neer. Nee. Ja. En ik heb het koud. Ook dat nog. Ja, ik heb het koud. Maar ja, maakt helemaal niet uit. Het is allemaal weer voor een goed doel. Dat ik mijn eigen haarkleur weer ga krijgen. Ik ga het lekker ontkleuren. Dat vind ik grappig. Ik ben eigenlijk helemaal niet van de handschoentjes. Nee, handschoentjes even. Ja, ik hoor het nu al iemand zeggen. Ik moet even eentje ervan afhalen, want ik krijg. Oké. Topje heb ik er vanaf. Krijg ik even heel moeilijk af met mijn handschoenen. Dus dan maar even mijn handschoentjes uit. Wat is dit idee? Ja, ik ben het anders, altijd anders gewend. Lekker inkomen. Ik weet niet of het werkt hoor, maar anders doe ik het gewoon lekker op mijn eigen manier. Mooi is eigenlijk ook gewoon je haren gaat verven. Er werd ook gezegd eigenlijk kan, maar doe het gewoon lekker op deze manier. Zonder bleek of vorm ook. Dus doe het gewoon op deze manier. Denk ik nog een stukje makkelijker ook. Je haar ontkleuren. Nou, ik doe nog eerst eventjes mijn handdoek even af. Lijkt me makkelijker. Ja, ik ben eigenwijs, ik weet het.
Nou. Pakt hem al aardig eruit, moet ik zeggen, op een of andere rare manier, maar... Of het lijkt zo hoor, maar... Nou, ik trek wel aardig eruit. Dus men hoeft het niet eens mijn eigen... Nou, dat is wel lekker. Trekt er volgens mij al heel mooi uit zo. De echte serieuze karing weer, dat is leuk. Want toen ging die uit. Doe ik het niet weer aan. Doe ik even onder de oren. Hi kindje. Ja, ik zie al een duidelijk behoorlijk verschil. Trekt er mooi uit. Dit moet dus een uur erin laten. Als die het niet wil, heb ik nog deze. Yeah.
Om mijn hoeven niet eens meer te verven. Nee. Moet ik het ook zo meteen nog inpakken in mijn huishoudfolie. Gaat echt gewoon gelijk in naar mijn haarkleur, joh. Nog even. En dit moet ik dus een uur in laten trekken. Nee. Ja, het is een goedje en wat lekker blijft lakken. Aan je handschoenen en aan je... Of jullie het zien, maar ik denk het wel, hè. Gewoon behoorlijk uittrekt. Daarom zeg ik al, ik moet ook nog zo meteen nog een keertje in mijn haar inpakken met huishoudfolie. Ja. Yeah. Ontkleuren. Dat trekt er al echt aardig uit, jongens. En ik krijg gewoon gelijk in mijn eigen haarkleur, joh. Wie dit is bizar. Dit is wel lekker. Gelijk alweer mijn eigen haarkleur er doorheen. Ideaal dit. Maar ik maak dit hele potje op, want dat moet ook. Want dat staat dus ook namelijk in de beschrijving. Dat ik dus dit potje helemaal leeg moet maken. Dus. Dan ben ik maar even bijna een kwartier bezig. Maar dat maakt niet heel erg veel uit. Kijk, en deze, die gaat nog een beetje raar doen. En deze niet. Dat vind ik wel fijn. Doe ik het nog één keer ook zo meteen nog een keertje van beneden pakken. Ook eventjes in mijn puntjes, zo even. Ja, ik weet het niet uitkijken.
overal. Ja, het valt overal naartoe. Omdat het niet wil wat ik wil. Zeg, je trekt er achter heel mooi uit. Jullie zien hem waarschijnlijk niet. Maar ik wel. Niet uit mijn doucheputje drinken. Dat is een bad. Weet je wat ik dan weer doe? Ja, dat is vies. Dat is ook vies bij. Zo. Ik heb er lekker niet bij. Hey. Ga maar liggen. Nee, kom maar. Ga maar zitten dan. Ja, ga maar zitten. Ga je lekker aan mijn mama zitten dan. Nee, het valt aan me. Nou, niet valt me. Moet ik eventjes over mijn handen verdelen, wat ik net ook al een paar keer deed. En dan even lekker de noeder. Heen. Nou, ik denk dat het aardig aan het uittrekken is. Ja, het trekt wel mooi uit. En ik laat weer een paar plukken achter. Joepie! Kijk. Doe ik lekker dit. Eigenlijk even. Nu nog even zo doen. Dat is even deze kant. Ja, ik voel het. Moet zo meteen warm blijven. Dus ik mag mijn hele hoofd zo meteen inpakken. Dat is grappig. Nat. Mooi, dan ga ik even de handschoenen even uitdoen. Dan ga ik
ga ik nou mijn huishoudfolie pakken. En die moet ik om mijn hele hoofd heen doen. Gezellig. Dus dit wordt helemaal Karin bepakt en beplakt. En met huishoudfolie. Want het moet warm blijven. Nou, prima toch? Nou, moet ik even zoeken hè, hoe ik dat. Ik ben beplakt en bezakt. Het gaat nou een uurtje erin. Dus ik zal eens even kijken hoe laat het nu is. Neem ik jullie allebei even mee. Ja, neem ik jullie allebei. Mag ik erbij, meisje? Kom, kom. Mag ik erbij? Ja, mag ik erbij? 5 over 5. Nou, het is tijd om te gaan spoelen. Dus ik neem jullie even mee. Ik moet dus eerst 10 minuten spoelen. En na het spoelen dan moet ik eerst de helft van deze flacon moet ik even in laten trekken en dan weer spoelen. En daarna weer erin doen en dan weer spoelen. Dus gaat goed komen. Nou, ik ga nu eerst eens eventjes warm water maken. Lijkt me handig. Dan ga ik zo eens kijken hoe het al is geworden. Ik moet namelijk met warm water 10 minuten uitspoelen. Dus ik moet ook zo eventjes mijn wekkertje zetten. Met warm water. Dus dat heb ik nu ook al. Ja, dat heb ik ook al. Dus ik ga me... trui ook even met beide truien uitdoen. Dus 1. Ja, die is lekker warm. Zo. Even zo. En dan ga ik mijn wekkertje zetten. Mijn wekker, mijn wekker, mijn wekker. 10 minuten. 1. Nou, 17, 17. Zo, dan ga ik mijn ding er van nu vanaf halen. Zo met hoofd, zo. Wat zeg ik, hij was echt wel goed. En goed warm.
En voilà mensen, bijna mijn eigen haak weer. Nog niet helemaal, maar oké. Okay. Daarom moet ik het ook nu gaan uitspoelen. Te kijken hoe het is geworden. Oeh, het is wel heel warm. Het brandt bijna mijn hoofd. Oh ja, ik had hem al aangezet. Dus na 10 minuten spoelen. Wat is er dan? Ja, jullie zien nou niks. Dat is ook wel weer zo jammer dat jullie dus nou gewoon niks kunnen zien. Ja, ik doe gewoon even mijn handschoentjes uit, want dit werkt ook niet, die handschoenen nu. Momenteel. Kijk, nou, ik doe die gewoon een beetje draaien. Anders vind ik niet dat het lekker werkt. Nee. Moet ik het zo meteen afdrogen? Hey, kom je even buurten dan? Je hebt buurten. Hey, nee. Mijn eigen haakleden komt er wel doorheen, voor mijn gevoel. Hé, Lovely, kom maar. Lovely, kom maar. Lovely. Hé, meisje. Doen hé. Gekke mama weer hè. Hey. Wie is het dan? Oh, lekker warm zo, mijn handjes zo. Lovely los. Ja, yeah, goed zo. Ben je knap kind, kom eens hier. Kom dan, mama. Nee, daar ben je zitten. Ook goed hoor, schat. Je hebt helemaal prima.
vind ik helemaal prima. Ja, 10 minuten is koeler, dus ik moet even wachten op mijn wekkertje. Even kijken. Oké, dan moet ik zo meteen na die 10 minuten gelijk even die flacon de helft erin doen. 1 minuut laten inwerken. Zo. Bijna 1 minuutje. Gewoon even uit. Want hij moet zo afgaan. Oh ja, nou ja, 23. Oké, dan gaan we verder. Kijk, er zit een oranje gloed op, maar dat wel was mij al verteld. Ha, nou daar ben ik weer. Nou, eventjes deze erop.
Het ruikt wel lekker, moet ik zeggen. De helft. Dat is mijn wekker. Dit is dus de werking waarschijnlijk. Ja, dat is helemaal wat. En dit moet ik weer, ook weer een tijdje in laten werken, van een minuut of zo. Ja, ik ben daar heel erg in. Doe ik even weer mijn handen even wassen met koud water. Even kijken. Een minuutje inwerken. Nou, en dan doen we dat even. Ja, toch? Nou, dan moet ik het even 2 minuten in laten werken. Dit. Nou, gezellig. Kan ik even 2 minuten met jullie praten. Ja. Ik denk dat het niet helemaal heeft gepakt. Maar wel voor een deel. Want mijn kleur die wordt nou een beetje oranje. En daarna denk ik dat ik het even vanavond lekker laat rusten. En dan morgen even de gewenste resultaat zien, want dan is het ook overdag. En daarna dat ik het een beetje wat blonder weer ga verven. Want dan heeft het ook niet zo heel veel dat je het echt merkt dat het is geverfd. Dus ja, ach ja joh, ik vind het prima. En het is nou een heel raar gevoel op mijn hoofd. Dat lost een beetje op, ik weet niet wat het is, maar het hoort raar en het voelt raar. Ik had net een hele hoop schuim op mijn kop. En je zit het gewoon eigenlijk gewoon helemaal in te trekken. Die 2 minuten al. Dus maar. Het gaat lekker. Ik weet niet of jullie het al zien. Ja, denk ik wel. Maar oké. Okay. Dus zometeen is het dan weer uitspoelen. En dan even kijken. Laatste verzorging. Goed immerseren. Daar nog gewoon eraan. Zoals gewoon normaal, dan het haar goed drogen en mijn handdoek. Het resultaat beoordelen kan pas als het haar helemaal droog is. Dus ja. Het is bijna weer 2 minuten, dus ja. Gaat lekker zo. Nou, dan ga ik even op vast het water eventjes op en op temperatuur brengen.
ook wel weer gezellig, leuk. Samen met jullie. Maar ja, het duurt toch altijd wat langer dan je eigenlijk wil. Het is nu al in principe al 2 minuten, dus... En dan goed uitspoelen. Dat ga ik dus ook doen. En dan ga ik jullie draaien, dan kunnen jullie zien wat ik ga doen. Dus heel veel schuim in één keer. Oké. Even dus het schuim een beetje verdunnen. Een beetje meer zicht heb met wat er allemaal gebeurt in de wastafel. En goed uitspoelen, dus ja. Maakt dus nou niet uit hoe lang, maar als maar heel veel uit is gespoeld. Nou, ik vind het goed zo. Jullie even weer draaien. Mijn handen pakken. Kijk, want daar ben ik helemaal onwijs mooi licht om. Eigenlijk mijn eigen haarkleur. Want dat is lang terug. Mijn eigen haarkleur weer zien. Dat is echt lang geleden, moet ik zeggen. Ik heb het nog niet helemaal gepakt, maar... Het lijkt wel een beetje highlights, jongens.
eigenlijk wel mooi zo. Het is een beetje lichter, heerlijk weer. Eigenlijk enigszins een beetje oranje. Kijk, dat zeg ik. Het heeft niet helemaal gepakt, maar ik vind het wel grappig eigenlijk. Deze kleur. Kijk, dat zeg ik. Het heeft hem niet helemaal gepakt. Maar hier. Nee, hij heeft hem niet helemaal gepakt. Dat wist ik eigenlijk ook wel op mensen. Die het niet helemaal zou pakken. Kijk, want dit is nog donker. En dit is licht. Terwijl ik het allemaal volgens de beschrijving heb gedaan. Maar het kan ook anders wezen hoor, dat het nou nog donker is, mijn haar, omdat het nat is. Maar ja, maakt niet uit. Ik wacht het gewoon even af en dan zien jullie morgen wat ik ga doen nog. Oh mensen, ik weet één ding. Het is buiten koud. Nee, ik ben nog niet blond, maar het is al wel lichter, hè Ro? Ja, het wordt ietsje lichter. Dus ik moet binnenkort maar weer, als mijn zenten er zijn. Ja. En mijn batterij is leeg. Ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. Doe een blauwe duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt.